Goedemorgen! Ik ben met Nicole. Het is één groot Winter Wonderland geworden. En het is zo spannend. De eerste keer dat ik deze presentatie heb, 5 minuten. Deze amigo. Hallo, goedemorgen! We zijn lekker aan het filmen. Ja, we zijn aan het filmen voor Velvet for Sale. Superleuk. Ik heb heel veel items verzameld die Liz gaat meenemen. Bijna wel met pijn in mijn hart, maar ook dat ik zie jullie. Ja, het jaar heeft echt goede items gegeven. Ja? Ja, ik ben er echt heel blij mee. Ja. Zelfs ook dingen die ik wel gewoon stiekem zelf zou hebben. Dat je dan op die sale 1 van de items terugziet en denkt, hier ging iets mis. Ik heb beter mijn best gedaan dan dit. Ja, dus ik kan misschien wel zelf ook mee bieden. Leuk zou dat zijn. Ja. We hebben iets fluffies, we hebben iets sparklies, we hebben iets rozes, dus dat wordt wel. Ja, dus ik maak even promo voor mezelf. Ja. Dus kijk even allemaal naar onze video. Ja! En dan kan je zien welke items Yara dus weggeeft. Ik link het hieronder even. Oké, dat was heel leuk. Lekker met Liz filmen. Ik heb trouwens weer een pony. The bangs are back. En nu ga ik naar Jessica. Jessica Scholten, mijn allerlievelings nail artist in de wereld en het universum. En die gaat bij mij een holiday nail lookje maken, wat ook echt wel nodig is. En ik word daar altijd zo blij van. Het zijn gewoon echte kunstwerkjes die ze maakt. Dus daar ga ik nu heen. En tussendoor ben ik mijn mails aan het wegwerken. En ik loop weer mega achter met boekhoudingsdingen, dus dat is nooit een goed idee. Hoe gezellig zijn deze oorbellen trouwens? Ik krijg heel veel vragen van jullie altijd over mijn oorbellen. Dit is een setje van Mango. Zij zijn echt een fliek wat oorbellen betreft. Daar hebben ze echt hele goeie. Dit jurkje is nieuw, is van H&M Trend. En helemaal high street ben ik dus. En dan doe ik wel mijn Balenciaga boots eronder, zodat het weer een beetje een leuke mix is. Vanavond ga ik in Rotterdam spreken in de bibliotheek van Rotterdam op hun Girlboss avond. Ze hebben eens in de maand of zo een spreker die dan 1,5 uur allemaal vragen beantwoordt en met mensen kletst uit het publiek en dat soort dingen. Dus ik heb daar heel veel zin in. Echt heel leuk. Ik vind dat soort dingen zo leuk om te doen. Vooral ook omdat je dan een beetje een echt contactmoment hebt. Dit doe ik dus de hele tijd. Dan zit het weer in mijn oog. Lekker, lekker, lekker. En dan wapper ik hem zo weg. Waardoor het weer gordijntjes worden. Hoe dan ook. Ik moet nog even bedenken wat ik aan ga doen ook. Vandaag is gewoon wel een chille dag met allemaal dat soort dingen. Dus dat is wel fijn. Oké, ik deed een raam open en het is echt mega koud. Dus ik heb hem even omgekleed in dit. Leren broek met Dr. Martens. En deze super lekkere trui. In de building. Kijk hoe mooi. Ja, is echt fantastisch. Allemaal sterretjes. Een soort holiday galaxy gevoel. Ja, echt. Het is echt cute. Het is zo leuk. Eigenlijk toen Jessica het aan het doen was, dacht ik, waarom heb ik niet gewoon om de 3 weken een nieuw nail art? Ik voel een nieuwe missie voor het nieuwe jaar. Ja, toch? Ja. Kijk hoe leuk het is. Ja. Hallo, ik ben inmiddels in Rotterdam omdat ik ga spreken. Ik heb er zoveel zin in. Het wordt heel gezellig volgens mij. Het wordt heel relaxed, gewoon een soort vragenvuur. Het duurt 1,5 uur en ik word gewoon geïnterviewd en mensen uit de zaal kunnen vragen stellen. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Echt iets wat ik wel meer wil gaan doen weer. Zo ziet het eruit. Zaal, daarboven plekjes en een scherm. Hallo. En daar gaan we dan zitten. Yes! Allemaal even zwaaien! Woehoe! Hoe leuk! Je niet te zeggen. Word ik meteen aangesproken dat mijn camera uit elkaar valt. Maar deze lieve dame heeft dus speciaal voor mij een polka dot blouse aangedaan. Hoe ging dat? Ze zei tegen mij op de fiets van, Yara vindt stippeltjes leuk, dus ik doe mijn stippeltjes aan. En ik zei, heb ik dat nou? Ze zei, je hebt een stippeltje van, oh ja. Dus ze hebben gelijk aangedaan. Daar heb je vrienden voor. Ik ben heel trots dat jullie je zo mooi hebben opgedoofd. Ja, dank je. Ik ben op kantoor. Ik ben met Emma foto's aan het schieten en we zijn helemaal verkouden aan het worden. Dus we proberen alles lekker in te pakken met mutsen en sjaals. En verder is het vrijdag en gaan we straks lekker op de bank liggen allebei volgens mij. Ik ben dus begonnen aan een nieuwe serie op Netflix. Hij heet The Sinner. Sinners? Sinner, The Sinner. Hij heet The Sinner en het is zo spannend. Het is met Jessica Biel en zij heeft iemand vermoord, maar ze weet niet waarom.
Dit is overigens geen spoiler, want dat staat gewoon bij de beschrijving. Maar dat is natuurlijk een hele leuke volgorde, want meestal is het andersom. En het is zo pakkend, je zit er meteen in. Het is wel een beetje creepy. Het is nu 9:30 s'avonds en ik heb net een sheetmask genomen. Lekker. Ik ben nog thuis aan het werk en heb even nog niet gegeten. Dus ik ga snel naar de Albert Heijn racen. En terwijl ik dat deed, zag ik dat het heeft gesneeuwd. Oh my god, het is echt winter. Het dringt ook totaal niet op me door dat de feestdagen bijna zijn. En dat het jaar gewoon bijna is afgelopen. Maar dit is wel een duidelijk sign. Ik ben helemaal ingepakt en ik ben in de Topshop winkel waar ik een personal styling afspraak heb met Sita, mijn lievelings, dus dat wordt heel erg leuk. Hier een heel lekker lookje met hoge laarzen en een soort work appropriate jurkje. Ik ben ook even aan het kijken voor dingen die ik naar mijn werk aan kan, dus deze is wel heel gaaf. En dit is Sita! Woehoe! Sita is echt mijn stijlicoon. Wat heeft ze nu weer voor goddelijke broek aan? Zo'n leuke. Verliefd op deze look. Een super oversized look trui. Een hele mooie omslagrok waar je dan net zo'n klein beetje been ziet. En met deze laarzen ook. Ik vind het echt top. En dan met mooie grote oorbellen erbij. Deze broek. Oh my god jongens, het is één groot winterwonderland geworden. Ik heb net een autorit van 50 minuten, wat normaal 10 minuten duurt. En Kelly zit hier nog binnen. Joehoe, kersttruit. Ja, kersttruitje en alles. We hebben kerstmuziek, chocomel. Good morning. Ik heb gisteren niet meer echt gevlogd omdat mijn batterij op was. En het was echt, het werd één groot drama. Ik heb er denk ik een uur over gedaan om van West, waar ik woon, naar mijn kantoor te komen. Om mijn spullen op te halen. En toen bijna 2 uur om weer thuis te komen. Oh, dus er liggen allemaal troepjes achter mij. Hallo. Trams die weer teruggesleept werden. En toen een kapotte wissel. En een omleiding die niet werd aangekondigd. En toen weer een nieuwe tram die niet meer kwam. En dat soort dingen. Echt 1 druppeltje sneeuw. En mensen gaan helemaal los in Nederland. Het is wel echt bizar hoe 1 zo'n dag sneeuw het hele land ontregelt. Nu ga ik naar Naarden voor een dag op de Linda-redactie. Superleuk, is mijn 2e dag. Ik hoop dat ik er kom. Hallo jongens en meiden, ik ben met Nicole. Altijd ook deze doen als ik weer in beeld ben. Ik kon het even bellen, dus ik zal hem even afzonderen. Maar vandaag is een goede dag, want ik ben met Nicole op pad, waar ik altijd zielsgelukkig van word. En ik heb een luipaardjas aan. Met oranje stukjes. Van Baum, mijn lievelings. Baum moet verfkaarten. En verder zijn we looks aan het selecteren voor de Mercure, een soort tijdschriftengala wat morgenavond is. Super spannend, mijn eerste grote event als hoofdredacteur. En voor een SBS kerstfeest en dat soort dingen, dus dat is een superleuke styling missie. En binnenkort gaan we ook op personal shop missie, dus neem ik jullie natuurlijk mee. Maar eerst dit even tackelen. En wat heeft mijn grote stijlicoon vandaag aan? Ik heb aan een sjaal van Samsung. En een jas van Monkey, een hele warme teddy, een blazer van Another Stories en voor de rest is het allemaal Topshop. Lekker, ook die laarzen? Ja, ook die laarzen. Oh, die zijn geweldig. Ja, ik hoop niet dat het gaat regenen, dan heb ik wel een probleempje. Ja. Oh, en mijn baret van de English Hatter. Hoe leuk! Het is eigenlijk een mannenbaret, maar ik heb een heel groot hoofd. Nee, serieus, ik ben 58 of 59. Jezus! Ja. We zijn nu bij Edited, een heel leuk Duits merk wat heel betaalbaar is. En daar heb ik allerlei dingen die ik wil hebben. Een Panta t-shirt, super fijne rok voor mijn kantoordagen. Allerlei leuke laarsjes gezien. Cuties! Wat ik nu heb gedaan is deze slipdress, die op zich ook heel cool is, hier overheen. Fun! Benieuwd wat jullie hiervan vinden. Dit is natuurlijk totale man repeller. Ik vind het wel heel leuk. Nog een lookje. Ja, leuke dingen hebben ze hier wel. Hallo! Oké,
Oké, we hebben mega gehaast. Ik in ieder geval. Bijna gevallen ook in de sneeuw. Echt 3 minuten had ik nog de tijd om hier te komen. En het is een soort van gelukt. Want wat we nu doen. Jordi komt ook tegen de takken. Ja. We hebben nu iets wat echt wel een van de allerleukste date nights denk ik is die we ooit hebben gehad. Ik vind het wel een hele leuke date. We zitten namelijk op een woonboot op een Simba matras wat echt goddelijk is. Het is heel lekker foamy. Met champagne, sushi en gewoon eigenlijk alles waar we van dromen. En we varen dus door de grachten van Amsterdam om het Amsterdam Lights Festival te aanschouwen. En het is zo romantisch en leuk. Het is echt waanzinnig. Ik weet niet, hoe leuk is dat? Dat is mega leuk. Oké, klinkt wel leuk. Echt fantastisch. Goedemorgen, lekker make-uploos hoofd. Ik heb vandaag iets heel leuks, namelijk de Mercures. En dat is een tijdschriftengala, een soort van de Oscars van onze business een beetje. Waar elk jaar prijzen worden uitgereikt aan de cover van het jaar en de nieuwe lancering van het jaar. Hoofdredacteur van het jaar en dat soort dingen. En ik ga er voor het eerst heen natuurlijk als hoofdredacteur van Lena Meijden nu. Dus dat is wel een hele leuke, bijzondere avond. En ik heb een heel mooi pak gescoord voor de gelegenheid van Sandro. Een zwart velvet pak. Dus ik ga zo naar Naarden, naar de redactie. En daar komt ook visagie. Verder worden er veel beslissingen nu gemaakt over een nieuw nummer dat we gaan maken. Dus het is een leuke tijd. Ik heb zin om meer over te delen. Het is zo druk nu. Ik dacht, oh, die dagen voor oud en nieuw en kerst en zo is iedereen rustig en dan valt het wel mee. Maar dat is helemaal niet het geval. Het is zo druk en je moet zoveel dingen nog afronden. En ik heb natuurlijk, en ik werk voor Net 5 en voor mezelf en voor Linda. Dus het zijn al 3 plekken waar ook dingen afgerond moeten worden en waar je kerstfeesten hebt en dat soort leuke dingen. Dus ik ben heel erg aan het puzzelen. Maar ze is ook wel heel leuk. Stapels met Linda's. Hallo. Zo cool. Mijn bureau met een vaste telefoon. Hoe oldschool en goed is dat? Zo, helemaal in de make-up. Dat ziet er toch meteen een stuk gezelliger uit. En ik doe even mijn eerste vlogmoment vanuit de plek waar ik altijd zit te werken. Ik zit in een kamer samen met Yildau. En Yildau's PA, Sonja. En dat is een hele fijne ruimte waar goede energie heerst en waar we lekker veel gedaan krijgen. Op mijn bureau deze Amigo. Ik ben heel benieuwd wie van jullie hem al heeft. Wat jullie ervan vonden, van de covershoot, van mijn voorwoord, van het hele nummer natuurlijk. En ik kan je echt nu al beloven dat de volgende zo heerlijk wordt. Ik ben echt heel erg blij. Het is een heel fris nummer. Het voelt heel echt en heel dynamisch en er zitten hele mooie foto's in en hele mooie verhalen. Dus ik heb heel veel zin dat die in de winkel ligt. En zo meteen gaan we naar de Mercures. Dus iedereen is zich aan het opmaken en optutten. En we gaan zo wat sushi eten en dan die kant op. Oké, mijn look. Een velvet pak met een beetje cleavage. En dan ga ik mijn haar nog los doen. Het zit nu helemaal gekruld en in een soort rode donderskrul. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar het is dus velvet en lekker bling. En dan dit super retro Fendi tasje erbij. Good morning! De Mercures waren fantastisch. Zo leuk om zoveel mensen tegen te komen ook. En heel leuk om met de redactie op pad te gaan en iedereen wat beter te leren kennen. Ik ga nu met een vriendin van mij even brunchen, Lena. En ik heb weer mijn latexbroek aan. Ik ben ook benieuwd wat jullie daarvan vinden. Is het zo van, bewaar het voor carnaval als je een catwoman bent? Of vind je het net als ik gewoon heel erg tof? Dit is hoe ik hem nu aan heb. Gewoon met een simpel zwart, heel dun wollen truitje. Ik doe denk ik even gewoon een enkel laarsje of misschien wel sneakers eronder. Want ik heb echt pijn aan mijn voeten van gisteravond. En vanavond is het SBS kerstfeest. Dus daar moet ik natuurlijk ook even spetteren met lekkere hakken. Dus dit is het. Het geluid ook. Maar ik vind dit wel cool. Ik hou hier wel van. Tortellini. Hij is nog niet gestapt.
Oh, heerlijk. Kan je ook echt eten indoen, dan is het helemaal lekker. Zou er tortellini in kunnen doen. Leuk, leuk, leuk. En weer door naar de volgende. Ik heb me nu klaargemaakt voor het SBS kerstfeest. Leuk asymmetrisch oorbel moment. En een lila jurkje. Weer met wat cleavage. Ik probeer jullie even de full look te laten zien. Een mini jurk van een soort zijde look. En dan hele hoge laarzen. Dus je denkt bijna van, oh, het is een panty. Maar dat is het niet. En daarbij heb ik dan dit fluwelen tasje met een ster. Het is Michel Sinterklaas. We zijn bij mijn ouders thuis en er ligt hier een berg cadeaus. En onze traditie is al 10 jaar of zo dat we dan kaasfondue eten met allerlei lekkere dingen erbij. En dan urenlang cadeaus gaan doen met gedichten waarin we elkaar helemaal belachelijk maken. En het is echt altijd zo hard lachen en heel veel lekker eten. En super gezellig. Echt mijn lievelings van het jaar. En dit jaar is Jordi er voor het eerst bij. Volgens mij zit hij wel te stressen over zijn cadeaus. Ja. Ja. Yo, Miefie. Liefst lekker in 2 pannen kaasfondue'tjes te hosselen. What one? Hossels. Gaat wel goed hoor. Hey, daar is mijn moeder. Hey moeder. Hey, hey. Hey, ja, dat moet wel doen. Het enige wat jij redt is filmen, maar nooit iets in de keuken. In zijn ooghoek zag Piet een lange man met alleen een onderbroekje aan. Oh ja! Yeah! Good morning! We hebben weer de goddelijkste kaaskroissants ooit. Hallo! En we zijn met Stint. Gisteren is met Shiny Jordi gegeven. Dat ze mij een aantal geld. Hoe goed is deze croissant, hè? Vond je het leuk, Christel? Heel leuk. Dat is gezellig, hè? Goed gemaakt. Het is echt gezellig. En nu gaan we lekker chillen. Weet je wel een leuke koffie drinken? Heerlijk. Ja, klein issue gaande hier. Overal koffie over me heen. Oh my god, waarom ben ik zo vol? Jezus. Why? Oh, wat relax. Oké. Okay. Dit was het dan. Eerste keer dat ik deze broek aan heb. 5 minuten. Lekker in beweging. Ik ben met Emma op pad. We zijn even wat foto's aan het maken. Verder nog spannende dingen? Nee. Bijna het eind van het jaar gewoon. Ik denk dat Em en ik elkaar ook niet meer gaan zien dit jaar. Shit! Ik laat jullie even zien wat ik nu aan heb. Wat dus ook best wel hilarisch is, is hoe de setting er eigenlijk uitziet. Met zoveel storende dingen en overal onze eigen troepjes. En hoe we dat dan steeds buiten beeld weten te krijgen. Hallo, lelijk. En daar hangen mijn spullen. En hier een gekke plant. En daar deze zak. Ik ben dus op een kantoor bij een Million Faces met Fleur. Die lekker video's zit te eten. En ik ben nu meteen op een snackspeditie gegaan. Ook iemand zei, is er nog chips of snoep? Nou, dat liet ik me geen 2 keer vertellen. Dus, oh, er zitten ook nog deze in. Die vind ik zo lekker. Of een paprika chipje. Ik neem denk ik, zou dit nemen op paprika chips? We hebben misschien wel een soort van smeerkaas. Lekker. Het blijft ook plakken in mijn broek. Oké, dat was het. Ik ga de vlog ook bij deze even afsluiten. Want hij gaat maar door. En dan kan ik voor de feestdagen nog even een aparte video maken. Lijkt me super leuk. Er komt heel veel aan. Ik heb zelfs een bruiloft met sprookjesthema, ook nog met kerst. En allerlei familieactiviteiten en leuke dingen met vriendinnen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Oh man, ik moet nog een outfit voor die bruiloft. Het is over. 3 dagen. Ik had heel veel dingen bij ASOS besteld en niks is goed. Ik hoop jullie snel weer te zien en super bedankt voor het kijken. En ook voor jullie leuke lieve berichten altijd. Echt een feestje. Tot in de volgende. Doeg!